Mensen, we zijn terug bij een van mijn filmpjes. Vandaag ben ik hier met Denise. En dat is een hele goede vriendin van me. En we gaan vandaag de accenten challenge doen. Ik heb hier zo'n 12 groene papiertjes gestopt. Dus per persoon hebben we 6 papiertjes. En daar staat een land op of een taal, want soms wist ik het niet helemaal. En je grabbelt om te kijken en je doet één voor je hoofd. En die ander moet dan gaan praten in die taal en dan moet de persoon met papiertje voor zijn hoofd moet raden wat het is. En als je het goed hebt, dan krijg je 1 punt. En de score zal ik wel hier beneden doen. Kijk, je moet nu gewoon voor je hoofd houden. Oké. Okay. Dus in één keer een rechte lijn in je voorhoofd. Maar ik weet niet, wat, is dit de achterkant? Het is toch de achterkant? Ja. Okay. Dus je draait hem om en doet hem tegen je hoofd. Ja, heb ik hem goed. Ja, hou hem naar de camera. Oké. Okay. Volgens mij kun je dat niet echt goed lezen, maar ja. Ik zal... Nee, jij mag niet kijken. Oh, wacht, volgens mij is het ook wel iets. Oké, ik ben echt heel dom. Oké, wat was hier? Ik ben hier te dom voor. Zag je dat? Ik zag een B, maar... Ja, oké. Okay. Staat hier goed zo? Ja, oké. Okay. Ja. Kijk maar gewoon naar mij, dat komt beter. Allee, ik heb een broodje en de gangsters zijn weer vrijgekomen. En... Ik ben toch vrij duidelijk? Is dat Bel? Ja. Het is hier dezelfde als dan. Waarom pak ik twee keer dezelfde? Ik ben helemaal. Kun je niet echt pro? Heb ik hem op school? Ja. Oké, ik wacht wel. Hoe doen we dit? Ja, dat had ik net ook al. Ik heb een stok brood. Ja. Ik wist het er gewoon al naar de ik. Dus ik zeg al je mondste boven. Oh, wacht. Ik denk dat ik hier mijn dansje moet doen. Oh god, wat gaan we krijgen? Wacht, ik maak wel lekker. Oké, okay, als ik het niet meer weet. En dan hokje. Kun je niet het accent of zo doen? Ik weet niet. Oh, misschien... Ik denk dat het... Hallo. Nou... Hoe moet dat voorstellen? Fluit of zo? Nou, een soort van... Iets. Iets. Ik kan niet zeggen, want een beetje tegelijk. Verder uitbellen of praten. Ja, het is een beetje zo. En dan met die stiltjes te gaan. Oh, schots! Een ja! Hoe moet je praten? Je praat toch een beetje Engels of zo? Ja, ze praten wel Engels. Ja, er zitten een paar in, die zijn gewoon niet zo makkelijk. Hansje! Wat is dat? Chinees? Tegen mij. Gooi. Kan het niet. Sushi? Sushi? Japans? Ja. Ja, sushi. Oh, trouwens, als je ergens van deze landen vandaan komt, het is niet om te beledigen. We doen het alleen om daar te komen. Dus we zijn gewoon kneuzen. Het is geen belediging. Ja. Oké. Okay. Hoi. Het is een puur land. Hij is Vikingen. Duits. Niet. Ik weet het ook niet. Die waren toch altijd op de zee? Omdraaien. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Oh, dat. Ja. Guten Tag. Ja, maak het spannend. Ja. Zo. Oh.
Waarom? Oh, Charles, toch zeg. Dat is weer je rare Chinees. Ja. Jij bent Chinees echt heel raar. Wat nou en? Hoe zou jij dat Chinees doen? Waarschijnlijk hetzelfde. Ja, ik kan het toch hebben. Gesidda, gesidda. Ik denk dat ik het ook een beetje moet uitbeelden. Wat gaan we krijgen hier zo? Ik weet niet. ik kan zo niet praten. Ik kom niet verder dan gesidda. Gesidda. Amigo. Mexicaans? Nee. Oh ja, dat was Mexicaans. Ik dacht een amigo, sombrero. Ja. Nee, dat had ik al. Nee, ik ben bij dit verlaten. Ik weet het niet. We doen er gewoon terug in. Hij is echt moeilijk. Als jij die hebt, dan doe jij maar gewoon. Zie je hoe moeilijk het is. I am here on a vacation. Engels. Goed zo. Ja. Dan moet je zo. Oh. Nee, die was voor jou. Oh. Ik heb hem weer. Pak een ander. Kom weer. Oké. Okay. Ja, ik kom echt niet verder dan gesidda. Ik weet niet hoe die mensen daar praten. Pizza. Italiaans? Ja. Oké, die was pizza. Wel. Ik dacht ineens, wat is Italiaans? Toen dacht ik pizza. Oh, ik kan hier alleen in vloeken. En hij zit verkeerd om. Ja. Bloody helle wette. Zweeds? Ja! Oh, PewDiePie! Ah. Ik dacht meteen in PewDiePie. Helle wette. Dat waren ze allemaal. Ik denk dat de score echt nergens over gaat. Aangezien het een beetje in de war is geschopt. En niet helemaal goed ging. Maar we hadden het op gelijk spel. Dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Als je het leuk vond om te kijken, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zie je zo. Ergens. En ik ga nu nog meer filmpjes opnemen met Denise. Dus je zult Denise in de toekomst ook nog zien op mijn kanaal. Ja! Oh. Ja! En ook natuurlijk heel snel. Doei! Oh, god.